Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik heb vandaag voor jullie een kletsvideo. Omdat het echt al super lang geleden is dat ik een video online heb gezet. Dus het leek me wel eens leuk om weer een keer met jullie te kletsen. Van, kan ik een beetje kletsen van hoe het met mij gaat. Waar ik nu ben. Dus laten we maar beginnen. En ik ben in Tilburg. Want mijn vader heeft een huis gekocht, want vader woonde eerst ergens anders, maar dat huis was te huur. En er was toch iemand die het echt wil kopen, zeg maar, of zoiets. Ik weet niet precies hoe het gegaan is. Ze moesten eruit en dus zijn we hier gaan wonen. Ik heb een hele grote kamer nu. Hier, als jullie hier een room tour van willen zien, laat het even weten in de comments. En wat jullie ook heel vaak laten weten in de reacties is dat ik altijd iets verkeerd schrijf met de titels of zo. Maar ik kan er niks aan doen. Ik heb dyslexie. En voordat jullie nog niet weten wat het is, dat is zeg maar dat je niet echt weet hoe je dingen moet schrijven. Dat je moeite hebt met letters en zo. Dyscalculie, dat weten jullie denk ik wel. Dat is iets met cijfers. En dit is dus iets met letters. En ja, ik heb er ook een soort van opleiding voor moeten volgen. Heb ik 2 jaar heb ik daar les voor gevolgd. En ja, het gaat steeds beter met spelling en zo. Maar ik heb er nog steeds een beetje last van. Last kan je er niet echt van hebben, maar dat je soms iets verkeerd schrijft of zo. Dus wil je daar even op letten? Want ik kan er niks aan doen dat ik sommige dingen niet weet hoe ik het moet schrijven. Want sowieso heel veel bij mijn allereerste video hebben jullie daar heel veel comments op achtergelaten. Van nee, het is nagelak en knetgen. Dus dat vind ik dus niet echt heel leuk. Maar ja, ik kan er niks aan doen. En ja, het is gewoon hoe het is. Dus ja, ik zit hier trouwens op. Zo met de kleermakers. Dus het ziet er een beetje raar uit. En ik weet niet echt waar ik over moet kletsen. Maar het was toch gewoon een tijdje geleden dat ik een video online heb gezet. Heel erg sorry daarvoor, dus ik ben ook een paar abonnees verloren. Vind ik wel erg jammer, maar ja, die komen nog wel bij, hoop ik. En het gaat gewoon goed met mij en ik hoop ook dat het met jullie heel goed gaat. En als er iets is waar je over wilt praten met iemand, kan je het even in een reactie achterlaten. Dan wil ik het gerust met je bespreken of zo via de mail of weet ik veel. En met mij gaat het tenminste wel goed. Ik heb een goed leven. Mijn ouders zijn gescheiden. Dat vind ik wel erg jammer. Toen ik tien werd, hebben mijn ouders papieren getekend dat ze gingen scheiden. Mijn vader en mijn moeder hebben allebei een nieuwe vriend en vriendin. En het is heel erg gezellig. Maar ja, soms weet ik het nog wel een beetje dat mijn ouders niet meer bij elkaar zijn. Maar ja, het is persoonlijk. Ik ken wel meerdere mensen en jongens en meisjes waarvan de ouders ook gescheiden zijn. En daar praat ik dan heel vaak mee, want dan weten we zelf allebei hoe het is en hoe het voelt. En ja, al van dat soort dingen. En ja, het kan ook gewoon zijn dat er af en toe geen video online is, omdat er iets tussen is gekomen. Of ik heb het heel druk met school, ik heb nu heel veel proefwerken die ik moet leren. Zijn moet ik ook goed op concentreren dat ik wel goede punten haal natuurlijk. En verder. Het gaat gewoon goed. En het gaat goed op school. Ik zit nu in de eerste. En ik vind het heel erg leuk. Maar ja. Omdat mijn ouders gescheiden zijn, ga ik om de week bij mijn vader logeren. Dus hier. Zo, hier is mijn bed. En ja, ik zal hier nog wel een keer een noemtje van maken als jullie dat leuk vinden. En het is misschien een beetje een rare video, maar ik wil gewoon graag nog voor jullie een video opnemen dat ik morgen kan bewerken en editen en online kan zetten. Dat er weer eens een video online komt. En ja, het leek me ook gewoon eens een keertje leuk om met jullie te kletsen. Ik heb een keer een kletsvlog gemaakt, heel erg lang geleden, echt een jaar of zo al. En dat was echt een hele rare video, maar ja, toen was ik ook nog pas net begonnen met YouTube. Wist ik nog niet eens zeker of ik het fulltime wou doen. Ik wil het fulltime doen, maar
Ik ben nu gewoon nog een beetje druk met school. En alles wat ik nu verteld heb, is het wel een beetje. En ik vertel er in elke video wel eens over hoe het met me gaat. En waarom dat er even geen video online is gekomen. Allemaal van dat soort dingen. Ik zal deze week wel een paar video's meer uploaden in plaats van eentje. Omdat, ja, ik wil ook gaan zelf bedenken van wat mijn vaste uploaddatum wordt en tijd en dag. En ja, je weet wat ik bedoel, denk ik. En ja. Het is gewoon, het leek me gewoon eens leuk om zo'n video op te nemen. Want dan kan ik gewoon met jullie praten wat ik voel. En ja, ik vind het heel erg leuk dat jullie op me geabonneerd zijn. Het zijn niet super veel of zo. Het zijn nog niet zo miljoenen. Net als Enzo Knol, die heeft de laatste, nou, een tijdje geleden 1 miljoen abonnees subscribers gehaald. En ik ben echt nog niet zo ver. Want ja, ik heb dus ook een camera. Daar maak ik ook video's op hoor, maar die komen nog niet echt online. Maar ja, die maak ik wel, maar die komen nog niet online. Omdat ja, ik moet nog kijken. Ik heb een goed editprogramma nodig. En ik heb gewoon nog een goed editprogramma nodig. Ik moet weten hoe ik het op mijn laptop over moet zetten. Ik moet weten hoe ik het op YouTube moet zetten. Allemaal van dat soort dingen. En ik wil het heel graag doen, zo'n met mijn camera filmen, want dat is echt veel betere kwaliteit. Is het niet zo donker? Heb ik niet zo'n raar beeld? I don't know. Het is gewoon een beetje lastig. En ja, ik vind mijn vader en moeder allebei heel erg fijn dat ik altijd leuke video's kan maken voor jullie. En ja, deze setup kennen jullie dus nog niet, maar dat poesgedraadje kennen jullie wel. Hebben jullie al een keer een andere video gezien? Maar ja, ik weet nog niet echt wat voor video's ik maak. Je weet dat ik over echt van alles video's maak wat ik leuk vind. Beauty, fashion, lifestyle. Lifestyle niet echt. Challenges doe ik af en toe eens. DIY's, kookvideo's. Ja, je weet wel eigenlijk wel een beetje waar ik video's over maak. Ik hoop ook dat ik binnenkort de 100 abonnees ga halen. Want dan zou ik echt heel erg blij zijn. En ja, bij de zoveel abonnees ga ik wel een keer een winactie doen. Maar bij de 100 abonnees ja, vind ik het nog een beetje overdreven, zeg maar. Want ja, dan is het echt 1 op de 5 of zo. 1 op de 100 die die de winactie kan winnen. En dat is, je weet het, het is nog niet zoveel. En ja, ik wil best een keer gaan doen een kleine winactie. Dat je bijvoorbeeld een mascara kan winnen of zo, weet ik veel. Maar nog niet zo'n grote winactie dat je iets van MAC kan winnen. Iets van L'Oreal, iets van Max Factor, I don't know. Iets van zulke dure dingen. Want ja, ik wil best een keer een winactie doen, maar nog niet echt meteen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om een keertje met mij te kletsen. Het is niet een hele lange video of zo, maar ik wil even mijn video's niet te lang maken, niet 15 minuten. Het zijn andere video's, omdat het dan gewoon heel veel editwerk is en dan kan ik niet zoveel video's per week uploaden. En ja, jullie begrijpen het denk ik wel. Ik hoop dat jullie het wel begrijpen. En ja, maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om met mij te kletsen. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en hier te abonneren als je het nog niet gedaan had. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. En dan kusjes van mij. Mwah! Tot de volgende video. Doei doei!